Als je op de fiets wil zitten, Leo, mag niet dat. Van harte welkom. Het is 23:39 uur. Veel vroeger dan normaal wanneer wij hier staan om Rembrandt zijn verjaardag te vieren. Maar dat komt alleen maar omdat we een uitgebreid programma hebben dit jaar. Echt uitgebreid. We hebben namelijk twee sprekers, waarvan er één je spreker kan noemen en de ander gaat in dichtvorm een en ander doen. Dat is Leo van Zanen, die gaan we straks zien. En daar zijn we hartstikke trots op dat hij er is. Ik spreek vanzelfsprekend mede namens mijn compaan Ben Walekamp, de bedenker van dit geheel. Maar de andere spreker die ik mag aankondigen, en daar ben ik heel trots op. De man die misschien wel alles weet van deze stad. En als hij het niet weet, dan zorgt hij dat hij het weet. Hij gaat ons vertellen hoe Rembrandt leefde. Ik wil graag het woord geven aan Jos van den Broek. Dankjewel. Jos, kom even hierheen. Deze kant. Nee, dat is wel fijn. Ik begin even met een tekst van 3 oktober 1617. Dus dit jaar 400 jaar geleden. Ten 3 oktober ten derde uren ontstond een groot rumoer tussen de soldaten en de jongens. Om zekere, zeer kleine oorzaken. De soldaten, haar rapieren getrokken hebbende, hebben schrikkelijk onder een hoop geslagen. Waarop aan de andere kant een grote hagelbui van stenen volgden, waardoor enige soldaten gekwetst werden. De soldaten hebben beginnen met scherp te schieten en de enige zwaarlijk gekwetst die ten nedergevallen bijna dood getrapt werden. Het rumoer tegen de avond aangroeiende hebben de heren de burgeren in de wapenen doen komen. En er is alles in stilte afgelopen en er zijn de burgeren bedankt. We praten hier over 3 oktober 1617. Ja, ik heb één fantasie gehad dat Rembrandt een van die jongens was die daar stond. Goed, maar laten we even teruggaan. Wij romantiseren de tijd van Rembrandt en de Gouden Eeuw. Het was echter een uiterst turbulente tijd van schurft en beroerte, kommer en kwel. Met vele duizenden vluchtelingen. Mede daardoor een overbevolkte en vieze, stinkende stad met pest en pleuris. Oorlog en oorlogsdreiging met politieke en sociale onrust, inclusief publieke terechtstellingen en met een op straat uitgevochten religieuze strijd tussen precieze en rekkelijke. En de jonge Rembrandt maakte het allemaal van heel dichtbij mee. Rembrandt wordt zoals we weten op 15 juli 1606 geboren in Leiden en hij ziet tot 1625 woonachtig aan de Weddensteeg en zal tot 1631 in Leiden blijven wonen. En wat zijn nou de gebeurtenissen die hij in zijn Leidse leven tussen 1606 en 1631 meemaakte? Nou, we weten dat in 1609 de pilgrims naar Leiden komen. Veel zal Rembrandt daar niet van hebben meegekregen nog. Maar zeker is wel dat hij tijdens zijn leven vele vreemde talen zal hebben horen spreken. In zijn geboortestad Frans, Duits, Engels, Portugees, uiteraard Latijn, waarschijnlijk ook Pools. Leiden was een smeltkroes. Nou, laten we een jaartje verder gaan. 1610, 1611. Leiden, stad van vluchtelingen, is overvol vanwege de vele immigranten. Elk hoekje en gaatje wordt ongecontroleerd volgebouwd. Steegjes, er blijft niks van over. Mede daardoor is er geen plaats meer voor beerputten. Straatafval stront van mens, hond en paard en het afval van wolnijverheid en leerlooierijen komen in het open water terecht, dat bovendien nauwelijks kan worden ververst. Het stinkt overal als de hel, mede ook
door de penetrante pislucht vanwege het vollen van de wol. Jan van Hout had al geprobeerd de vollers aan de randen van de stad te concentreren bij de Donkere Gracht, die vanaf toen de Vollersgracht ging heten. Dat hielp in de rest van de stad een beetje. De stadsuitbreiding Noordvest wordt in 1610-1611 gebouwd voor met name de Waalse vluchtelingen, de Walenwijk. Land van belofte en de jonge Rembrandt kan een bedrijvigheid van je welste ervaren aan de overkant daar van de Rijn. Maar de bevolking blijft stormachtig groeien, dus veel helpt het niet. Maatregelen om het stadswater geregeld te verversen helpen maar tijdelijk. Als in 1614 de Zoetermeerse plas wordt drooggelegd, verslechtert de kwaliteit van het Leidse water weer snel. Heel belangrijk is het begin van het 12-jarig bestand met Spanje in 1609, waar prins Maurits de strijd wil voortzetten, onder meer vanwege zijn positie als opperbevelhebber van de strijdkrachten, wil stadhouder Johan van Oldenbarneveld de strijd tijdelijk staken, omdat dit de handelspositie van de republiek zou verstevigen. Nou, de politieke tegenstelling was ook een sociale tegenstelling tussen de regenten voor een bestand en de ambachtslieden tegen een bestand. En een godsdienstige twist tussen de gematigde protestanten van de Leidse hoogleraar Gomarus, veelal de rekkelijke regenten, en de strengende leer zijn de Calvinisten van zijn collega Arminius. Veelal de precieze ambachtslieden, met name de lieden die om godsdienstige redenen voor de Spanjaarden waren gevlucht. In 1617 dreigt de zaak te escaleren. Van Oldenbarneveld laat door de Staten van Holland de zogenaamde scherpe resolutie aannemen. Hierin wordt bepaald dat troepen die door Holland worden betaald ook alleen aan de regering van Holland mogen gehoorzamen. Ook wordt vastgesteld dat de steden in Holland ieder hun eigen religieuze en politieke zaken mogen regelen. Zo mogen ze bijvoorbeeld zelf soldaten, zogenoemde waardgelders, aannemen om de orde te handhaven. In sommige steden waar de demonstranten de meerderheid zijn, worden inderdaad waardgelders aangesteld, zo ook in Leiden. En Van Oldenbarneveld ondermijnt daarmee het gezag van Maurits. De spanningen lopen ook in onze stad stevig op. Om de remonstranten regenten te beschermen, moet de schutting rond het Leidse stadhuis extra zwaar worden beveiligd met twee zware eiken deuren en scherpe pinnen. Barneveld standen genoemd, verwijzen naar Van Oldenbarneveld, en vier extra stuks geschut. We kennen dit nu als de Armeniaanse schans. En we praten over 1617. En ik spreek dus nu over wat ik net meldde. Dit vochtachtige complex in de Breestraat vormt inderdaad in oktober 1617 het middelpunt van de twisten tussen enerzijds de meer gematigde demonstranten, de rekkelijke Gomaristen, en anderzijds de streng Calvinistische contra-remonstranten, de precieze Arminianen. Het kan niet anders zijn dan dat Rembrandt dan Leidenaars vechtend op straat ziet rollenbollen. Het is echt niet alles pais en vree. En de gewapende macht laat zich daarbij stevig gelden. Dat kun je ook zien op de prenten van Arminiaanse schans. Ik heb er vandaag een paar van bekeken en het gaat er echt stevig aan toe. Ik heb hier een tekst. Is een oud, het K, het staat dan op een gegeven moment bij K hier, een oud man die met het hellebaard het hoofd in stukken geslagen mieren. Nou, dat gaat dus even stevig. De Leidse schutterij is in die grote meerderheid contra-remonstrants gezind. En de remonstrantse stadsregering neemt daarom op 10 januari 1618 een derde vendel waardgelders in dienst. Van de Leidse schutters wordt een eed van trouw geëist. En dan is sterk meer dan 600 schutters. Ik las 500, maar ergens anders zelfs 600. En de oude stukken weigeren de eed af te leggen. Ze worden ontslagen en krijgen de zware jaarlijks te betalen boete opgelegd, waarmee nieuwe schutters worden betaald. Dat leidt uiteraard tot grote onrust. En in 1618 dreigt zelfs een burgeroorlog tussen rekkelijke remonstranten onder leiding van Van Oldenbarneveld en precieze contra-remonstranten van Maurits. Vele kleine luiden, zoals gezegd, vaak
voor de Spaanse kuren gevluchte immigranten die strenger in de leer zijn. Roomser dan de paus, maar dan precies andersom. En de laatste willen met het leger het recht op een kerk afdwingen. En omdat de remonstranten van Oldenbarneveld middels de Waardgelders een eigen leger hebben gevormd, pleegt Maurits een staatsgreep. Ontslaat de Waardgelders, ontslaat ook alle rekkelijke remonstranten op bepaalde posities, vervangt ze door precieze contra-remonstranten. En op 29 augustus laat hij Johan van Oldenbarneveld en diens rekkelijke medestanders Hugo de Groot, Gilles van Ledenberg en de Leidse stadspensionaris Romboud Hogerbeets arresteren op verdenking van hoogverraad. En de felle remonstrantenhater Jacob van Broekhoven is een van de rechters die het doodvonnis over van Oldenbarneveld zal uitspreken. Overigens in 1620 zal van Broekhoven, inderdaad van het Van Broekhovenhofje, burgemeester van Leiden worden. En misschien kennen jullie Joost van der Pondel, die een later fel hekelgedicht schrijft: Heek, libertatis ergo, dit omwille van de vrijheid, het motto van onze stad. Waarin de Leidse burgemeester Jacob van Broekhoven een burgemeester zo boos als onbeschaamd noemt. Nou, van Oldenbarneveld wordt op 13 mei 1690 in de 19 Den Haag onthoofd. En van Ledenberg in zijn cel zelfmoord heeft gepleegd, wordt postuum ter dood veroordeeld. En zijn doodskist met lijk erin wordt dan een galg opgehangen. Die prent heb ik ook voor de mensen die het willen zien. Ja, leuk. Nou, overigens, rond die tijd, hè, dit is allemaal 12-jarig bestand, moet je je voorstellen. Hè? Bestand, maar het is oorlog. En de onrust wordt ook de pilgrims te veel. Ze dreigen hun eigen identiteit te verliezen in het in hun ogen losbandige, te rekkelijke Leiden. Na 12-jarig bestand in de nieuwe Spaanse oorlogsdreiging besluiten ze dan ook te vertrekken naar de nieuwe wereld. 1620 vertrekt de eerste groep, al snel gevolgd door anderen. Belangrijk, in 1622 is er een volkstelling. En ik zag dat er 44.745 mensen werden geteld. Ik heb eens gekeken naar de kaart. 1,3 vierkante kilometer. Hè, dat is 34.400 inwoners per vierkante kilometer. Dat is zes keer zo dicht bevolkt als nu. Dat is nu ongeveer 5580. En dat leidt uiteraard tot ellende. Ondanks de pogingen steeds het oppervlaktewater te verversen en ondanks het verbod uit 1463 om secreten vlees op het open water te laten lozen, maakt men zich rond 1600 niet druk om de private of riooltjes die op het open water lozen. Grachten als open riool, dat leidt tot ratten, tot vlooien, tot de onvermijdelijke pest. Nou ja, 1624-25. 10.000 mensen hier, hè, die omkomen door de pest. 1635, bijna 15.000 mensen in Leiden. 1655, weer meer dan 10.000 mensen. Nou ja, Rembrandt is 1631 naar Amsterdam verhuisd. Maar Amsterdam is qua gezondheid niets, geen haar beter. Tussen 1652 en 1657 en tussen 1663 en 1666 breekt de pest daar elk jaar uit. De pestepidemie in Amsterdam kost in 1663, 1664 meer dan 24.000 doden. Waarbij de pest uiteraard vooral huishoudt in de dichtbevolkte en vuile wijken van de armen. Nou ja, wellicht weten jullie dat, maar ook Rembrandts maîtresse Hendrikje Stoffels sterft in 1663 aan de pest. En in 1668 sterft Rembrandts zoon Titus aan de pest. Daarna is het overigens met de verschrikkelijke ziekte afgelopen. Dus als Rembrandt in 1669 zelf sterft in Amsterdam, is dat niet aan de pest. Tot slot, als we Rembrandts tijd tot leven willen wekken, en dat willen we, mogen we wat mij betreft niet alleen de mooie plaatjes laten zien. Rembrandt zelf leefde in een pestpokkenpleuriswereld. Een wereld die hij af en toe laat zien in zijn tekeningen en etsen van bedelaars en zwervers, een lepra-leider, van een op straat piezende man en dito vrouw. Dit was geen wereld van El Efteling en Anton Pieck, dit was schurft en beroerte. Dit wijst ons wat mij betreft des te meer op de
verplichting die schurftige wereld waarheidsgetrouw af te beelden. En niet als het 17e eeuwse Leiden van Anton Pieck. Misschien is hier een rol weggelegd voor de Leidse zwervers, junks en bedelaars. Rembrandt zelf zou het daar vast mee eens zijn geweest. Ik heb gezegd, lang leven Rembrandt! En het was ook de tijd waarin Don Quixote werd uitgebracht. Hè? Het was ook de tijd waarin Hamlet voor het eerst werd opgevoerd. De tijd waarin Galileo werd gedwongen door de Inquisitie om te vertellen dat de zon om de aarde draaide in plaats van andersom wat hij had bewezen. Kortom, dat was dan de wereldlijke omgeving. Dat heb ik ook allemaal van Jos geleerd, dus dank je wel daarvoor. Ik kondig jullie graag aan iemand die de link gaat leggen tussen Rembrandt en vanzelfsprekend 300 jaar later geboren Theo van Doesburg. Theo van Doesburg, waarom? Het lijkt me sterk dat er iemand is die dat nog niet weet. Het is het jaar van de stijl. 100 jaar geleden is op het Korte Galgenwater de stijl opgericht. Het tijdschrift dat zorgde voor een heel nieuw elan in de kunst. De abstracte kunst werd uitgevonden. Theo van Doesburg is de bedenker daarvan. En ik wil graag daarom het woord geven aan onze plaatselijke dichter Leo van Zanen. Tjeerd had het al over 1917. Hij had het over Theo van Doesburg. En wat mij heeft gefrappeerd, want je kunt niet eromheen dit jaar. Alles en iedereen is de stijl en Theo van Doesburg. Dus ja, dan moet ik ook wel even. Laat ik nou bladerend in een boek over van Doesburg. Op de datum 14 juli van het jaar 1917. Dat is dus precies 100 jaar geleden. Van Doesburg aan Anthony Kok, zijn maatje, zien schrijven. Ik heb zoveel motieven dat ik niet weet waaraan het eerst te beginnen. Dus ja, als ik nu Rembrandt moet eren met een gedicht, dan ontkom ik er niet aan om daarbij Theo van Doesburg te betrekken. En het sonnet dat ik schreef draagt dan ook als titel Rembrandt van Rijn ontdekt Theo van Doesburg. Leiden 1917. Lang na zijn dood, zo'n 2-3 eeuwen later, loopt Rembrandt 's avonds door zijn buurtje rond. Noordeinde, Weddesteeg, het Galgenwater, waar zich zijn eerste atelier bevond. De stad, die nieuwer, groter is geworden, vindt hij niet veel veranderd, al met al. Naast fietsen, auto's en reclameborden, vervuilde grachten, dronkenmansgalal. Maar als hij bij de Blauwpoortsbrug gaat dwalen, ziet hij een raam, een werkplaats, één lamp aan, een doek op ezel, twee diagonalen. Iets maakt dat hier de meester stil blijft staan. Voor hij weer oplost in de nacht der tijden, zegt hij, wie had dat nou verwacht in Leiden? Dank u. Dankjewel, Leo. Geweldig. Goed. Nou, dan zijn we weer op het moment aangekomen dat we de verjaardag van Rembrandt gaan vieren. Nog 2 minuten, als ik het goed heb. En dan gaan we vanzelf de klokken weer horen. Eén ding is zeker. Rembrandt wordt 411 jaar. En zeg niet dat hij dood is, want zolang wij erover praten, is Rembrandt zo levend als ik weet niet wat. De periode waarin hij geleefd heeft, Jos, die zei het al, is eigenlijk een verschrikkelijke periode geweest. Maar er gebeurden ook leuke dingen. Ik kan jullie bijvoorbeeld vertellen, er werd uitgevaardigd dat mensen niet meer door de Pieterskerk mochten rijden met paard en wagen tijdens de dienst. Dat is echt zo.
dat is echt zo. Nou, dat zijn van die dingen, daar kan je om lachen. En dat is toen waarschijnlijk ook gebeurd. Er zal heel veel gelachen zijn, daar ben ik van overtuigd. En één ding is zeker, we gaan Rembrandt terughalen in Leiden. Jullie weten van het initiatief van een Rembrandt Experience. Dat loopt nog altijd. En de bedoeling is dat in 2019 die Rembrandt Experience open gaat. Maar we zoeken nog een paar miljoen daarvoor. Dus daarom kunnen we nog niet zeggen dat het definitief doorgaat. Maar het komende half jaar zal daar zeker iets van bekend gaan worden. En dan zal ik hoogstpersoonlijk jullie op de hoogte houden daarvan. Jos is er ook bij betrokken. Dus ik denk dat het nu zo langzamerhand 12 uur geworden is. Klopt dat? Dan gaan wij het volgende doen voor degenen die het nog nooit hebben meegemaakt. We gaan eerst een krans om zijn hoofd hangen. En dat is op zichzelf al een avontuur. Gaat altijd fout. Daarna hebben we een glaasje van plastic. Sorry daarvoor. Een glaasje en de Leidse jonge jenever in huis. En dan gaan we proosten op onze Rembrandt. Nou, dat gaan we. Oké, succes. Daar gaan we. Jullie voorzichtig, joh. Oh, je bent er bijna. Oh, kort. Nee, dat hadden we niet. Nee, je moet dichterbij. Ja, dat kan niet. Nog nooit zo mooi. Geef maar door. Ja, we hebben zo'n ja, heel veel vlaag. Maak ook een vlaag. Dit is gewoon de bovenste part. Het zijn er twee hoor. Even kijken of ik ze nog. Kijk, nee, dat ga ik heel erg. Ja, nog eens een meter. Maar dan is het maar één dag. En dan is het maar Jenever. Leuk dat je erbij bent. Dat ziet er fantastisch uit zonder je vermomming. Terwijl ik die vermomming ook geweldig vind. Heb jij hem al, Jos? Nee, ik ga nu. Er zijn een beetje Ja, als je het maar met je afvoert. Ik heb geen jongen. Heeft iedereen jongens? Ja. Nou, daar ga je dan, Rem. Gefeliciteerd, jongen. Dus Artje Vloenoem. Nou, jongens. De pot had je niet, maar de pleurs wel. Ja, ach, je dom.